In deze film ga ik weer aan de slag met pointilisme. En ik heb wel vaker een foto omgezet naar pointilisme. Wil je dat zien, klik hierboven even. Kom je daarvan zelf wel weer uit. Maar ik ga het vandaag op een andere manier doen. Ik ga om te beginnen een klein beetje de kleurtoning van uh, dit schilderij van Monet uh, mee overnemen in mijn andere foto. Deze is natuurlijk in de schemer gemaakt, het blauwe uurtje zo te zien. En die andere foto is waarschijnlijk op het midden van de dag. Dus laten we kijken of we dat een beetje mee kunnen nemen. Om te beginnen ga ik mijn laag eerst eens dupliceren met Ctrl J, zodat ik je dadelijk ook nog gewoon uh, vrij makkelijk het origineel kan laten zien. En om nu de kleuren te importeren van de andere foto, ga je gewoon boven naar afbeelding, aanpassingen en dan heb je daar staan kleur afstemmen. En als je daarop klikt, krijg je een pop-up voor je neus en je wil dus als bron die andere foto. Dus je kiest het andere bestand en je ziet eigenlijk op mijn foto al wat er gebeurt. Nu was mijn oorspronkelijke foto in de schemering en de geïmporteerde foto van het schilderij eigenlijk midden op de dag, dus die is veel feller. Nou, ga ik nog een klein beetje de luminantie terugdrukken. Om een klein beetje die sfeer terug te houden. En eventueel kun je het nog een klein beetje vervagen. Ik zou dat allemaal niet te veel doen. Dan haal je dat op zich natuurlijk gewoon lekker binnen van het schilderij. En ben je daar happy over, druk je op oké. OK. Dit is helaas een handeling die gaat niet in een slim object. Dus ja. Dit is definitief, vandaar dat ik ook de laag dupliceer, zodat ik altijd nog die originele laag overhoud. Wat ik nu ga doen, dat is hem wel omzetten naar een slim object. En ik klik er gewoon met rechts op en ik zeg omzetten in slim object. En ik dupliceer deze laag nog een keer, wederom op Ctrl J. De bovenste laag, die noem ik heel leuk, de puntjes. En de onderste laag noem ik de verf. En ik zet de puntjeslaag even uit en houd de verflaag geselecteerd. Ik ga naar boven naar filter en in de filter gallery klik ik hier bij artistiek op droog penseel. En wat dat doet, dat zorgt eigenlijk een beetje voor dat zachte schilderij effect in mijn foto. Eventueel kun je dat nog aanpassen met je penseelgrootte door die te verkleinen of te vergroten juist. Nou het ligt er even aan hoe groot je foto is. En hoeveel details erin zitten. En je kunt ook een klein beetje met het penseel spelen. Ik ga voor een detailpenseel op 10 en een penseelgrootte van in dit geval 5. En met de structuur kun je ook nog een klein beetje gelooien, om het maar zo te stellen. Het gaat eigenlijk gewoon een beetje om jouw smaak. En als je tevreden bent, dan klik je gewoon op OKé. OK. Nu hebben we het wel omgezet naar een slim object, dus uh, ben je daar niet helemaal happy over. Dubbelklik gewoon op het woord Filter Gallery en je komt terug in het effect en je kunt het weer een beetje aanpassen. Maar zo was het dus eerst en zo is het nu. En vervolgens gaan we puntjes aanbrengen door de laag aan te zetten en de puntjes de laag te selecteren. En bij Filter ga je naar Pixel en Pointilleren. Je krijgt hier helaas geen voorvertoning van. Dus je moet daar een klein beetje mee experimenteren. Maar omdat we hier ook een slim object van hadden gemaakt, kunnen we natuurlijk ook nog altijd terug. Ik kies bijvoorbeeld even wat uh, kleinere puntjes uit. Nou, je kunt hiervoor gaan. Ik vind dat zelf niet zo heel fraai. Ik hou liever van wat groter. Zodat als je ook uitzoomt, dat je de foto in zijn geheel ziet. Dat je dan ook beter de puntjes ziet. Is dit perfect? Nee, nog niet. Sowieso, als ik even alleen de laag puntjes laat zien, dan zie je niet wat eronder ligt. Er zit niks onderin, maar ik heb daar straks wel een laag met verf gemaakt. Dus die wil ik ook nog gewoon even terughalen. Nou, in die laag puntjes, hij heeft dus van alles puntjes gemaakt, zitten ook nog witte vlakjes. Als je bijvoorbeeld even goed inzoomt. En die witte vlakjes, die ga ik er natuurlijk tussen uithalen. En dat doe ik vrij eenvoudig. Ik dubbelklik op een leeg gedeelte van mijn laag puntjes... En dan krijg je het laagstijle venster voor je. En wat je dan doet is, je gaat zeggen van de laagpuntjes die we nu geselecteerd hebben. Alles wat wit is, dat haal je gewoon weg. En dat doe je hier bij deze zwart-witte balk, de bovenste wel te verstaan. En als je dan het witpunt een klein beetje naar binnen haalt, dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Nou, er zit nog een heel klein wit friemelrandje omheen. Dus langzaamaan trek ik aan die slider totdat dat weg is. Zoiets als dit. En om een mooi verloop te maken, hou ik de Alt ingedrukt en trek ik het pijltje uit elkaar. Je kunt helemaal terug. Je ziet dat het witte friemelrandje dan weer terugkomt. En je drukt op OK. Ja, dat witte friemelrandje, dat zit er nog steeds in. Kun je er ook wel helemaal uitwerken, geen probleem. Dubbelklik er gewoon nog een keer op en trek hem gewoon wat verder. En je hebt dan opeens gewoon een hele andere foto. Ik ga nog een klein beetje doen aan de kleuren. Ik boost de levendigheid nog wat. En ook de verzadiging een klein beetje. En ik haal een klein beetje het contrast op met curve. En ik trek nog wat verzadiging uit het cyaan. Want dan vind ik er eigenlijk te veel in zitten. En op zich ben ik zo wel tevreden. Ik vind alleen de puntjes ja, eigenlijk nog te weinig aanwezig. Dus ik ga ze nog groter maken. Ik probeer gewoon 30 is. Nou, dat vind ik dan weer te veel. En de helft tussen 20 en 30, dat ligt rond de 25. En dit vind ik al een stuk mooier. En als je dus vergelijkt, dit was dus mijn originele foto, dit is wat ik ervan gemaakt heb. En je ziet, ik heb daar dus niet veel tijd van nodig gehad. Alleen een andere foto erbij van een schilderij, wat ik wilde importeren, dat heb ik gewoon gedownload van Google. Kun je gewoon, ja, als je het wilt doen, eventjes gebruiken. En vervolgens heb ik daar heel eenvoudig wat kleine dingetjes aan toegevoegd. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.